Deze nieuwsuitzending, die heb ik al een hele tijd geleden willen maken. En ik ga een boekbespreking houden van het boek geschreven door Arthur Schopenhauer. Oorspronkelijk in het Duits geschreven. En toen, daarin heet het Über die Grundlage der Moral. In 2010 is dat vertaald in het Nederlands door Hans Driessen en uitgegeven door uitgeverij Wereldbibliotheek BW. Ik ga niet het hele boek bespreken, want het is veel te veel. Dan heb je het over meer dan 180 pagina's. En dan hele, hoe is het, gecomprimeerde taal. Dus niet Nijntje gaat naar het grote bomenbos. Dus dat kan niet, dat zou verder. Als je dit met respect wil voorlezen, dan praat je over toch echt wel een, dan kan je misschien 2 pagina's per uur doen of zo. Moet je echt heel veel toelichten. Het is een geweldig mooi boekje. Veel geschiedkundige kennis. Daar kan je dus bij Arthur Schopenhauer voor terecht. Hè, dat die... Ik noem even 2 voorbeeldjes. Christian Wolff, dat is een filosoof van voorkant. In de tijd van Leibniz. En die zei, de nabrai in philosophia practica non dispelluntur, non dispelluntur. Nisi luci metafysica affulgente. Oftewel, jullie weten nu gelijk wat het betekent. Dat staat op zijn Nederlands. De duisterheid in de praktische filosofie wordt alleen verdreven als het licht van de metafysica op haar valt. En de praktische filosofie, dat is de filosofie van de moraal. De ethica, de ethiek. Op de andere pagina, dit is even een stukje uit de inleiding. Er staat hier iets van Plato. Maar ja, mijn Grieks is de laatste tijd. Ja, ik kan het proberen. Maar even kijken hoor. Er zat een psi en dan een nu. En dan een gi en dan een eta. Psi. Psynuge en dan laat me stoppen. Dat is echt dat originele Grieks, maar dat is niet te lezen. Wij gebruikten die Griekse letters bij wiskunde. Dus ik weet dus al hoe een nu eruit ziet en een epsilon en een lambda. En een phi, en een psi natuurlijk, die weet ik ook wel, en een eta, omega weet ik al. Maar goed, Plato heeft gezegd, heel terecht volgens Schopenhauer, denk je dat het mogelijk is een juist inzicht te krijgen in de natuur van de ziel, zonder die van het heelal te kennen? De natuur van de ziel en de natuur van het heelal. Nou, dat is het leuk aan Schopenhauer. Allemaal van die quotes van die. Ja, in dit geval dan hele oude. Nou nee, Wolff is dan, zal het zijn, eind 17e eeuw. Begin 18e eeuw. En Plato, het is, even kijken hoor, Socrates is gestorven in 399. En daar was Plato bij. Plato heeft nog les gegeven aan Aristoteles. En Aristoteles heeft les gegeven aan Alexander de Grote. Leuk hè, filosofie. Daar leer je echt wat van geschiedenis. Nou, dit wordt één grote lofzang op dit boekje. Eigenlijk kan je zeggen, de enige...
Ja, nee. Ik zit weer even te lezen. Haalt hij een spreuk van Prediker? Dat komt toch uit de Bijbel? Er blijft me dus niets anders over dan aan de spreuk van Prediker te herinneren. En dan komt hij. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Dat is een 6, even kijken. Maar het komt er uit de Bijbel. Ja, Prediker 4, vers 6. Kom, we gaan even controleren. Zoals die ene Romeinse keizer zei. Vertrouwen, dat is hartstikke leuk. Controleren is beter. Ik kan nu even niet in de microfoon goed kletsen. Ja, King James. En hoe heet dat? Prediker op zijn... Even kijken, op zijn Engels. Preacher of zo. Nou zeg, Perry, je mag al een beetje gaan werken aan je Bijbelkennis, hoor. Je ziet er allemaal amateurisme ten top. Maar dat is Prediker. Ik zou dat doen. Ja, Statenvertaling. Doe het niet. Dat ik me hier te kunnen vinden. Nieuwe Testament, dat is wel leuk. Ik vind die website van de Statenvertaling echt wel mooi. Even kijken. Prediker. Oh, die komt na Proverbs. Oké. Na Spreuken. Ja, oké, dan heb je dus hier, moet ik even Proverbs hebben. Dat weet ik nog wel op zijn Engels. Spreuken. Oh, Ecclesiastes. Ja, natuurlijk. 4. Vers 6. Wat staat er daar? Better a handful with quietness. Oh ja. Better a handful quietness than both the hands full travail and vexation of spirit. Dat zal ook hebben. Ja, is toch tof. Hij pakt dus ook de Bijbel erbij. Dus. Schopenhauer dan. Ja, dat is heel mooi. Ja, en het doel is dan dat jullie dit boekje ook kopen. Ik weet niet wat ik er toen voor betaald heb. Het is wel helemaal, het is een, ik heb dus niet een hardback, dat hoeft ook helemaal niet. Het is heel, een hele mooie ja, paper, ja, het is paperback. Mooi kafje. Goed, mooi lettertype, mooie pagina's. Het is echt een keurig boek. Inhoudsopgave. Ik had hem ook met een bladwijzer erbij. Kan je precies... je leest het niet in één keer uit, dat kan niet. Ik heb dit gelezen op vakantie in Turkije, ergens in 2011, denk ik. Schat ik. Toen ben ik nog gearresteerd op Schiphol, door de marechaussee. En ik dacht toen nog, wat zal mijn dochter trots op mij zijn. Die was pistof. Toen ze me vrijgelaten hadden. Jezus. Dat is mijn vader. Die kan ook nooit normaal doen. Ik had helemaal niks stouts gedaan. Echt niet. Het was die obese Surinaamse trut. Van die Israëlische veiligheidsfirma. En die wilde mijn bril gaan scannen. Of, ja, misschien staat er daar explosief in. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Ik heb mijn paspoort laten zien. Ik heb het ticket netjes van tevoren betaald. Ze kunnen zien dat ik met mijn dochter en mijn moeder en de nieuwe man naar Turkije ga. En dan zal ik explosieven hebben in mijn bril. Ja, natuurlijk. Dat ik, ja, ik vond dat ik een grapje mocht maken. Ja, dat vond die vrouw dan niet. En poep, dat ik in de bak. Maar goed, toen was ik aanbeland in Turkije. Dan heb ik dit boekje gelezen. In een periode van 2 weken.
En dat heb jij denk ik ook ongeveer nodig. En misschien nog een keer lezen. Nou, ik lees even de achterkant voor. Neem er gewoon lekker de tijd voor. Hè? Maak weer lekker een uurtje vol. Dus, lekker voor het slapen gaan. Nou, de achterkant, daar staat. In, dat ben jij. Want zo is het in het Nederlands vertaald. In het Duits is het dus über die Grundlage der Moral. Ja, über die Grundlage der Moral. Zie je wel? Mijn Duits wordt beter. En in het Nederlands is dat uitgegeven onder de titel Dat ben jij. Met als subtitel of ondertitel Over de grondslag van de moraal. Ja, dat is netjes gedaan. Nou, in Dat ben jij geeft Arthur Schopenhauer een verrassend antwoord op de vraag naar de grondslag van de moraal. Wat is de drijfveer die de mens ingeeft moreel te handelen, in plaats van zich geheel aan zijn aangeboren egoïsme over te geven? Voor Schopenhauer is het medelijden de basis van elke morele handeling. Dit medelijden vloeit voort uit het inzicht dat het individu wezenlijk deel is van een geheel. Dat hij slechts een verschijningsvorm is van een metafysisch grondbeginsel, dubbele punt, de ene ongedeelde wil. De mens herkent zichzelf in alle levende wezens vanuit dit inzicht dat tot hem spreekt met de woorden dat ben jij. Met deze spreuk, de letterlijke vertaling van het beroemde Sanskritische Tattvam Asi uit de Upanishads, plaatst Schopenhauer zich niet alleen in de eeuwenoude traditie van het hindoeïsme, maar trekt hij ook de consequenties uit zijn eigen metafysische systeem. Schopenhauer vervat zijn betoog in een meeslepende stijl, doorspekt met felle polemische uitvallen. Een polemische is oorlogsachtige polemiek. Bloemrijke metaforen en concrete voorbeelden. Dit maakt, dat ben jij, tot een leerrijk, maar vooral ook onderhoudend opstel. Dat ernst, verontwaardiging en morele diepzinnigheid op een literaire manier combineert. Dat is de achterkant. En dan de voorkant, aan de binnenkant van de voorflap. Dat wil ik ook even voorlezen. In tegenstelling tot Kant. Kant, Immanuel Kant, dat was de... Ik weet niet precies wanneer Schopenhauer geboren is, maar ze hebben elkaar nooit gekend. Dat niet. Maar Arthur Schopenhauer heeft het werk van Kant, dus de kritiek der reinen vernoemd, verslonden. Zoals een redneck de T-bone opvreet van de barbecue. Nou, in tegenstelling tot Kant, die de ethiek fundeert op de kille formele plicht, resulteert voor Schopenhauer het moreel handelen uit een concreet gevoel dat iedereen kent. Dat van het medelijden. Wie het leed van een ander ziet, wil daar, tenzij hij in boosaardig is, niet nog meer leed aan toevoegen. Sterker nog, het zien van andermans leed roept in ons de neiging wakker het op te heffen of op zijn minst te verlichten. Dubbele punt. En dan komt een quote van meneer, want dit is dan geschreven door, weet je nou, Hans Driessen. Maar nu komt Arthur Schopenhauer, een citaat van hem. Wie heeft niet aan den lijve ervaren en bij een of andere tegenslag met verbazing vastgesteld dat mensen die hem tot dan toe met de grootste kilte of zelfs met kwaadwillendheid bejegenden, hem nu met ongehuichelde sympathie tegemoet treden. Want ongeluk is de voorwaarde van medelijden en medelijden de bron van mensenliefde. Hoppakee. Om het maar even op zijn Amsterdams in voetbaltermen te zeggen, regelrecht in de grazing.
En dan staat hier ze. Dat is wel leuk. Het is dan ook een soort titelpagina, maar dan binnenin. Hè? Arthur Schopenhauer, dat ben jij, over de grondslag van de moraal. En dan staat eronder, niet bekroond door de Koninklijke Deense Academie van Wetenschappen, 30 januari 1840, te Kopenhagen. Schopenhauer, die heeft dit werk dus ingeleverd voor die wedstrijd. En gedacht, ik heb gewonnen. Jeetje, wat is dit goed. Ik heb ook ik heb meerdere dingen van Schopenhauer gelezen. En dan heeft hij het dus over dit boekje. En iedere keer zet hij er wel weer bij. Niet bekroond door de Koninklijke Deense Academie. De eerste druk was in september 2010 en de tweede druk was in december 2010. Dus ik heb nou de tweede druk. Ja. Het copyright van de Nederlandse vertaling is natuurlijk Hans Driessen. En de Wereldbibliotheek die zit in de Spuistraat nummer 283 in Amsterdam. Oh, en het Nederlands Letterenfonds heeft dit gefinancierd. Die heeft de vertaler dan, hè? Een werkbeurs gegeven. Er waren meerdere mensen die wilden weten wat het in het Nederlands was. Want ik wist wat er van dit boek. Dat Duits. Nee, dat is niets. Dat doe ik niet. Door het moderne Duits van de 20e eeuw, dat gaat me al regelmatig te ver. Maar dan dat keurige Duits van de 19e eeuw, dat is nu iets meer. Nou, het bestaat uit 4 delen. Wacht even, dan heb je nog een verantwoording, 187. Nou, de bedoeling is dat jullie dit boekje zelf gaan aanmaken. Oh, die verantwoording is van Hans Driessen zelf. Dat is wel erg leuk. Dat bij de verantwoording, geschreven door Hans Driessen in juli 2010. Dus een paar maanden voordat het uitgebracht werd. De eerste druk was in september. En dit is dan Hans Driessen aan het woord. Arthur Schopenhauer schreef het opstel Über die Grundlage der Moraal naar aanleiding van een prijsvraag van de Koninklijke Deense Academie van Wetenschappen. Het werd in januari 1840, tot grote ergernis van de auteur, niet bekroond. In 1841 werd Über die Grundlage der Moraal samen met Schopenhauers andere prijsschrift, ken ik even nog een voor prijs meegenomen, Über die Freiheit des menschlichen Willens, in één band uitgegeven onder de titel Die beiden Grundproblemen der Ethiek. In 1860, het sterfjaar van Schopenhauer, verscheen van deze band een tweede druk. De tekst van die tweede druk ligt ten grondslag aan deze eerste Nederlandse vertaling. Trek je het even binnen. En dan ga ik wat dingetjes voorlezen, gewoon een beetje hapsnap eruit, want ik ga dus niet alles doen. Ik vind dat jullie dat zelf moeten doen. Er staat zoveel in. Zoveel geschiedenisles. Ja, zonde om dat af te rachelen in wat teksten. Ik heb zoveel mensen komen langs je. Rousseau bijvoorbeeld. En andere dingen. Weet je bijvoorbeeld wat Feutor Judaicus is?
Dat geeft 20 seconden. Dat betekent Joodse stank. Ja, als je het eens hebt over Jodenhaat of zo. En hier nog iets over Chinezen. Dan weer iets over Athene. Hij kon ook Frans, die meneer Schopenhauer. En Spaans. En Engels natuurlijk. En Latijn en Grieks. Een hele slimme man hoor, Schopenhauer. Nou, hier Seneca, dat is dan zo'n Romeinse. Nee, dat was een Stoïcijn was dat. Ik denk dan toch een Griek. Een Spinoza wordt erbij gehaald. Spinoza, dat was een Portugese Jood. Gevlucht naar Nederland. In de tijd dat mensen echt vluchten met een reden. In plaats dat ze dachten dat hier de uitkeringen gezelliger waren dan in Turkije. Ja, ik zie iemand, wat vertel je me nou? Nou ja, ik ken een aantal Turken die hier op de uitkering zitten. En hun leven stond niet op het spel daar in Turkije. Maar Spinoza, ze waren daar een beetje boos op die Joden. Descartes, Leibniz en Wolff, ja natuurlijk. Want allemaal. Maar goed, ik lees even de laatste regels voor. Dan moet men zich. Ik doe de hele alinea. Als men er naar streeft, dat is de allerlaatste alinea van het werk. Als men er naar streeft menselijke kennis en menselijk inzicht te bevorderen, zal men steeds stuiten op de weerstand van het tijdsgewricht waarin men leeft. Een weerstand die te vergelijken is met die van een last die men over de grond vooruit moet slepen, maar die, omdat ze zo zwaar is, alle inspanningen trotseert. Dan moet men zich troosten met de zekerheid dat men weliswaar de vooroordelen tegen zich heeft, maar de waarheid met zich. En zodra de bondgenoot van de waarheid, de tijd, zich bij haar voegt, zal ze zeker kunnen zijn van de overwinning. Misschien niet vandaag, maar dan toch morgen. Snap je nou? Zoals je, als je ernaar streeft om de kennis en het inzicht te bevorderen, dan heb je de weerstand van het tijdsgewricht waarin je leeft. Die zo zwaar is dat ja, je kan eraan proberen te trekken en te sjouwen. Maar er gebeurt helemaal niks. En dan is je enige troost dat je een zekerheid hebt. Ja, de zekerheid is, je hebt de vooroordelen tegen je. Maar de waarheid is met jou. En de tijd is de bondgenoot van de waarheid. En als die twee, als het bondgenoot van de waarheid, namelijk de tijd, zich bij de waarheid voegt, dan is het twee tegen waarheid en tijd tegen de rest. En dan is de overwinning zeker. Misschien niet vandaag, maar dan toch morgen. Dit zegt meneer Schopenhauer. Aristoteles, ja, dat komt natuurlijk ook in voor. Kijk, ik nog wat namen zie staan die jullie wel. Nou, weer een Bijbeltekst. Nog een Bijbeltekst. Homerus, nou, die kennen jullie wel. Voltaire komt er ook in voor. Wordt geciteerd dan, hè? Dante, Alighieri Dante. Dante Alighieri, sorry. De Goddelijke Komedie. Schiller, nou ik denk niet dat jullie die kennen. Ja, nou, hier wat. Dit is zo'n lijstje met, er zijn de noten. Augustinus, die kerkvader. De Civitate Dei, de stad van God. Ja,
is wel een hartje. Oh, John Locke. Essay on the Human Understanding. Daar heb ik ook hier een boekje van, John Locke. Leuk hoor, is goed voor je geschiedenis. Goethe. Ook geciteerd. Met Faust, een schrijver van Faust. Die man had toch zijn ziel verkocht. Ja, ja, dan beginnen we dan, begint het boekje zelf. Met nog eventjes een leuke van meneer Schopenhauer erbij. Moraal preken is makkelijk. Moraal funderen, moeilijk. Hoppakee, it is movo. Nou, dan komt hier de inleiding. Dat moet ik even kijken, daar heb ik al wat stukjes uitgepakt. Het begin net, hè, dat is nog wat van die quoteringen. De macht van de waarheid is groot en zal uiteindelijk overwinnen. Het is wel leuk, het is wel tof. Is dat de tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk? Hij nummert volgens mij. Even kijken wat hij nou precies doet. Ja, precies. Die paragrafen die nummeren door. Dus het tweede hoofdstuk begint met paragraaf nummer 3. Het eerste hoofdstuk heeft 2 paragrafen. Dus wat je wil. En dan staat hier de paragraaf 2, dat is een algemene terugblik op dus het hele gebeuren met ethiek. En dan staat hier als opening: de theologie rechtvaardigt de moraal tegenover het volk als de geopenbaarde wil van God. De filosofen daarentegen, een enkele uitzondering daargelaten, doen hun uiterste best zich verre te houden van dit soort rechtvaardiging. Ze zoeken zelfs liever hun toevlucht tot sofistische redeneringen, om maar vooral die rechtvaardiging te vermijden. Sofistiek, dus wijsneuzerij. Dat klopt ook, hè. Dus in, neem iemand als Jörg Liesman. Ja, voor hem is de Bijbel de geopenbaarde wil van God. Ja, daarin staat het. En het staat er ook. Dus Jörg heeft helemaal gelijk. Maar dan zeggen mensen dus, ja, hoe kunnen we in de Bijbel staan? Die kun je wel zeggen, het staat in de Bijbel. Maar wat zeg je nou? Ja, je kan ook zeggen, het staat in het telefoonboek. Maar dat zegt toch ook niks? Hans Teven, die maakt er ook zo'n leuke mop over. Want, ik neem zo'n blanco boek. Die kan je toch kopen, heet een dummy. Een boekje met allemaal blanco pagina's. En dan schrijf ik in op, God bestaat niet. Dan kan ik ook zeggen, er staat in een boek. Iedereen lachen. Die mop klopt trouwens niet helemaal van meneer Hans Teven. Daar ga ik het nou niet over hebben. Daar zit een onlogica zit erin. Maar kom op, Hans Teven, scheidjes en dat maken we niet. Moet je niet over zijn. Kijk, hier nog wat leuks staan. De Koninklijke Academie is immers volkomen op de hoogte van de vroegere pogingen de ethiek te onderbouwen. En ze geeft te kennen dat ze ook overtuigd is van de ontoereikendheid daarvan. Ja, precies. Het is nooit, tot aan dit werk is het nooit gefundeerd. Kant heeft een poging gedaan. Die heeft een boek geschreven. De kritiek der praktische vernoemd. Ja, zo is het. Het reine vernoemd, de zuivere weten. Dan heb je ook nog het praktische weten. En dan besteedt hij eventjes bijna het hoofddeel van zijn. Kijk. Even checken. In 3, de onderbouwing van die dingen, dat is dan.
Even vergelijken. Qua pagina's. Nou, want die inleidingen, dat... Nou, dat is alleen maar een inleiding. Hè? Dat telt verder niet. Dit is dus het deel van het opstel wat hij ingeleverd heeft. De inleiding zijn 20 pagina's. Dan komt hij dan met een hoofdstuk 2, of deel 2. En dat is dan 70 pagina's. En dat luidt kritiek van het fundament dat Kant aan de ethiek heeft gegeven. Het niet kritiek op, nee, kritiek van het fundament. Oh, dan ben ik één woord vergeten op te zoeken, want dit wilde ik voorlezen. Ik kan wel ongeveer gokken wat het betekent. Ik moet af van de bijpakken. Ik zit niet helemaal in de microfoon, maar ik kan typen. Eudemonis. Eudemonisme. Eudemonisme. Oh ja. Geluksleer. Ui betekent goed. En daimon, dat betekent ziel. Goede ziel. Eudemonisme wil zoveel zeggen als we streven naar geluk. Naar een goede ziel. In het Nederlands wordt ook het begrip geluk weer gebruikt. Ja. En dan begint hij dan hier bij paragraaf 3, dus het eerste stukje van... deel 2, hoofdstuk 2. Overzicht. De grote verdienste van Kant, Immanuel Kant, voor de ethiek is dat hij haar van alle eudemonisme, dus geluksleer, heeft gezuiverd. De ethiek van de ouden was geluksleer, die van de modernen meestal heilsleer. De ouden wilden aantonen dat deugd en gelukzaligheid identiek zijn, maar het waren figuren, dus deugd en gelukzaligheid, die elkaar nooit helemaal dekken, hoe men ze ook neerlegt. De modernen wilden deze twee zaken, dus deugd en gelukzaligheid, niet volgens de wet van de identiteit, maar volgens die van de toereikende grond met elkaar in verband brengen. Ze wilden dus in de gelukzaligheid het gevolg van de deugd zien, waarbij ze de hulp moesten inroepen, ofwel van een andere kant dan de mogelijkerwijs kenbare wereld, ofwel van sofisme. Ja, en dan gaat hij 70 pagina's door, dan gaat hij dus Kant er helemaal bij te pakken, en dan komt Fichte er ook nog bij, ja. Er zitten vast wat leuke quotejes in. Ja, wat. En noten van Hans Driessen. Oh, en Hobbes komt er ook in voor. Wat ik leuk zou vinden. De Heilige Geest mij eventjes leidt. Maar dit is dan een inleiding, nog steeds een inleiding, of een, op zijn eigenlijke ding. En dat is dan hoofdstuk 3. Kom nou, even een leuke quote. Het saai. Oh, Hugo de Groot wordt ook nog eventjes... Oh, dit is een noot van Hans Driessen. Ja, er is wat afgeschreven door die Duitsers, dat zie ik wel even staan. Hier. Volenti non fit injuria. Wat iemand met zijn toestemming wordt aangedaan, is geen onrecht.
de basis van SM-seks. Dat is eerst wat ik aan denk. Ja, iemand die gaat vrijwillig het slaafje uitlopen hangen, ja, die moet niet raar staan te kijken dat hij op zijn billen wordt gemapt. Hè? Maar de 10 geboden worden er even bij gesleurd. Meer kan ik hier niet vinden. Maar dat is goed om die kritiek der praktische vernoemd, 1788, dat is 7 jaar na de kritiek der Reinen vernoemd. Heeft hij hier nog? Ja, dat zal ik niet voorlezen. Het gaat te veel over kant. Je moet het zelf gaan lezen. Het is heel goed geschreven. Erg leuk. En je moet misschien ook op vakantie naar Turkije, maar laat je dan niet arresteren door de marechaussee en doe niet zo humoristisch als ik. Laat gewoon je bril scannen op explosieven terwijl je met je kind aan boord gaat van het vliegtuig. Je moet er gewoon rekening mee houden dat die obese mensen uit Suriname, ja, dat is zo'n vrouw ook nog, en daar werkt ze ook nog voor een Israëlische firma. Kijk, die mensen hebben het ook niet makkelijk. Een beetje medelijden hebben met het personeel, man. Medelijden, dat is de onderbouwing van de ethiek. Een beetje medelijden hebben met die mensen die denken dat er explosieven in je bril zitten. Dan moet je denken, oh, arm meisje toch, je bent al obese. En dan moet je... En dan werk je ook nog voor een Israëlische firma. Waarom zou het trouwens een Israëlische firma zijn die het op Schiphol de boel gaat lopen controleren? Kunnen de Drentenaren dat tegenwoordig niet meer? Hebben die Drentenaren niet zo'n gevoel voor waar mogelijk explosieven kunnen zitten? Nou, ik vraag het maar af. Maar we hebben eerst gewerkt met Drentenaren in Groningen. Dus ja, die hadden zoiets van, de brillen van de mensen die laten wel lekker op hun neus staan, want die gaan wel iets scannen op explosieven. Ja, en dat schept toch weer een aanmerkelijk risico. Hè? Dan maar een obese Surinaamse. Maar een mens, het is vast heel moeilijk met diëten, is het bezig. En dat valt natuurlijk helemaal niet af. En het is zo slecht voor je organen om zo dik te zijn. Hè? Die gaat niet oud worden. Ja, en dan komt hier dan de onderbouwing van de ethiek. En dan begint meneer Schopper nou eens. Dat wordt echt super tof. En dan gaat hij. Ik zal het. Maar heeft hij het over eigendomsrecht en winnen van de loterij. Hij heeft het over dat rijke mensen, die zijn opmerkelijk rechtschapen. Omdat rijke mensen van ganse harte een regel is toegedaan en een maxime in stand houdt. Waarop zijn hele bezit en alles wat hem boven anderen bevoordeelt, berust. Daarom huldigt hij in volle ernst het principe sum cuique. Ieder het zijne. Ja, precies. Kooplui hebben dan ook een... Ja, die hebben dan ook een hele makkelijke integriteit en zo. Ja, dat levert een poen op, man. Ik was een keer, was ik bij de koninklijke slager hier. En ik kocht toen worst en nog wat en nog wat. En, zo. En die man zei, dat is €9,80 of zo. En toen dacht ik, takken, dat is duur. Maar ik heb gewoon afgerekend van die man.
En 2 weken later kom ik dan weer binnen. En die man die ziet mij en die zegt, oh, goed dat ik u zie. En hij had een bonnetje, ergens op een plank had hij een bonnetje liggen. Hij zei, dit heb ik afgerekend met u de vorige keer. En dat was 5 euro te veel. Dus, die krijg je terug. Ja, die man is niet per se dat het moreel is of zo. Nee, dat is een koopman. Die denkt van ja, dit levert mij geen baat op de langere termijn. Dus ik ga niet mijn business draaien op het feit dat ik per ongeluk 5 euro te veel heb afgerekend. Hé? Dat doen we even niet. Nou, en dan komt hij, meneer Schopenhauer, met een hele mooie. Hij is dus eerst bezig met verschillende drijfveren waarop mensen handelen. Want moraliteit gaat over je handelen. Nou, en dan zegt Schopenhauer, er zijn maar 3 basisdrijfveren voor de menselijke handelingen. Dubbele punt. Alle mogelijke motieven vloeien eruit voort. Het zijn dus de 3 basisdrijfveren. A. Egoïsme. Dat wil zeggen het eigen wel. Oh, sorry. Dat wil het eigen wel. Dat moet je zeggen. Het egoïsme wil het goede, het wel, voor zichzelf. Boosaardigheid, dus nummer B. Die wil het wee van een ander. En een C, medelijden. Dat wil het wel van een ander. Dus boosaardigheid wil het wee van een ander. Medelijden het wel van een ander. En dan staat, schrijft hij erachter bij ieder dingetje, egoïsme, dat wil het eigen wel, dat wil het goede voor jezelf. Dan staat er tussen haakjes, is grenzeloos. En bij boosaardigheid, die wil het wee van een ander, dan staat tussen haakjes, reikt tot aan de uiterste wreedheid. En dan C, medelijden, dat wil het wel van een ander. En dan tussen haakjes, reikt tot aan de edelmoedigheid en grootmoedigheid. Elke menselijke handeling moet tot 1 van deze drie drijfveren kunnen worden herleid. Zij het dat ook 2 ervan kunnen samenwerken. Nou, dan gaat hij hier nog even lekker over door. Oh, er komt een mooie quote van Rousseau. In het Frans dan natuurlijk. Hè? Ga ik even in het Frans doen, ik kan helemaal geen Frans. Première maxime. Double point. Il n'est pas dans le cœur humain de se mettre à la place des gens qui sont plus heureux que nous. Mais seulement de que qui sont plus plaindre. Op zijn Nederlands, eerste regel. Het is het hart van een mens niet gegeven zich te verplaatsen in degene die gelukkiger zijn dan hij zelf, maar alleen in degene die meer te beklagen zijn. Dat is Rousseau en dan Voltaire zegt, dat is ook weer Frans, il n'est de vrai plaisir qu'avec de vrai besoin. Op zijn Nederlands, er zijn geen echte genoegens zonder echte behoeften. Ja, cool. Ja,
Ja, nu heb ik het al verklapt. Dus ik kan al zeggen, ja, dan hoef ik het hele boek niet meer te kopen. Moet je wel doen. Het staat helemaal vol met leuke quotes, man. Hij schrijft zo leuk. Ik heb hier niet een zitten kladderen. Maar normaal gesproken zou ik het wel doen als ik een boekje van deze kwaliteit in handen heb. Maar om een of andere reden wil ik dit ongeschermd laten. Ongeschonden. Sorry. Dan zijn we al... krijg je hier wel zo leuk van meneer Schopenhauer. Omdat vrouwen vanwege de zwakte van hun reden veel minder dan mannen in staat zijn algemene principes te begrijpen, te onthouden en tot richtsnoer te nemen, brengen ze het er wat betreft de deugd van de rechtvaardigheid en dus ook van de oprechtheid en scrupuleusheid in de regel slechter af dan mannen. Ja, het is maar goed dat u dit gezegd heeft in 1840. Anders had hij dus eventjes... dan gaat hij nog even, dat is toch wel leuk voor te lezen. Vandaar dat onrechtvaardigheid en valsheid hun meest voorkomende ondeugden zijn. Bij vrouwen dus, hè. En dat de leugen hun eigenlijke element is. Dat moet jij, dat zou je in de Volkskrant moeten zeggen. Oh, je krijgt gelijk die Trine van GroenLinks achter je aan. Ja, ik rook niet meer, maar ik hoest nog wel. Maar dan gaat hij even door. Daarentegen overtreffen ze de mannen in de deugd van de mensenliefde. Want de aanleiding hiertoe is meestal aanschouwelijk en die spreekt het medelijden waarvoor de vrouwen veel toegankelijker zijn direct aan. Maar alleen het aanschouwelijke, aanwezige, direct reële bestaat werkelijk voor hen, voor de vrouwen. Het verwijderde, afwezige, voorbije, toekomstige, dat alleen door middel van begrippen kenbaar is, kunnen ze niet zo goed vatten. Dus ook hier geldt de wet van de compensatie. Rechtvaardigheid is eerder een mannelijke mensenliefde. Rechtvaardigheid is eerder een mannelijke mensenliefde, eerder een vrouwelijke deugd. Het idee vrouwen het ambt van rechter te laten vervullen is ronduit belachelijk. Maar de barmhartige zusters overtreffen zelfs de barmhartige broeders. Ja, in die dagen mocht je dat nog zeggen. En momenteel in Amerika heb je vrouwelijke rechters. Hè? En daarvan zegt Schopenhauer dus dat het ronduit belachelijk is. Leuk hoor. Ik zou het boekje aanschaffen. Het heet dus... Dat ben jij. Daar moet je voor opzoeken. Arthur Schopenhauer. Over de grondslag van de moraal. Uitgeverij Wereldbibliotheek. Het moet nog te koop zijn. Dat kan niet anders. Even bestellen bij de boekhandel. Oh, dan wordt hier nog eventjes de bergreden erbij gesleurd door meneer Schopenhauer. Lucas 6, vers 45. En dan netjes in het Grieks, hè? Ja, Lucas 6. Lucas, de hele Nieuwe Testament, is opgeschreven in het Grieks. Niet het Hebreeuws, in het Grieks. En daar in Lucas 6 vers 45 staat, de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat van zijn hart.
En dit wordt voorafgegaan door de Bijbelse parabel van de boom die men kent aan zijn vruchten. Zie je hoe respectvol Schopenhauer omspringt met alles wat mensen hebben geproduceerd. Dus Rousseau en Voltaire. En de Bijbel en Plato en Aristoteles. En Hobbes en Wolff. Hier dan? Dat is een mooi Duits gedicht. Van wie is dat? Ja, ik kan het niet zien. Goethe of zo? Hartstikke leuk boekje. En dan sluit hij af met de deel 4. In het voorgaande heb ik bewezen dat de morele drijfveer een feit is. En heb ook aangetoond, en ik heb ook aangetoond, dat alleen hieruit onbaatzuchtige rechtvaardigheid en echte mensenliefde kunnen voortkomen. Ik meen dat hiermee de door de Koninklijke Academie gestelde opdracht is vervuld, omdat die vraagt naar het fundament van de ethiek en niet ook nog een metafysica verlangt om op haar beurt het fundament te funderen. Schaf het aan en ga het lezen. Houd je van de straat, man. Dan moet je anders doen. Netflix kijken. Een andere stomme film waarin die vrouwen dan geweldig zijn. En die mannen die hobbelen overal achteraan. Dan ga je Orange is the New Black kijken. Wat ook allemaal vrouwen. Hier leer je nog wat van. Al is het alleen maar dat je iets leert over de geschiedenis. Dat je er ook weer wat auteurs kan toevoegen aan je lijstje van, oh, daar wil ik ook nog wat van lezen. Kennis is macht, weet je nog. Weet je nog, weet je wel. Wat een even een leuke, ja, dus... En dan stop ik ermee. Pagina 75. Dat is een... Oh, dat gaat over Kanten nog steeds. Als ik me nu aan het slot van dit scherpe en zelfs voor de lezer inspannende onderzoek ter opvrolijking een grappige, om niet te zeggen, frivole vergelijking mag veroorloven, dan zou ik Kant, wat betreft dit zelfbedrog, willen vergelijken met een man die op een gemaskerd bal de hele avond met een gemaskerde schoonheid vliegt in de waan een verovering te maken, totdat ze tenslotte haar masker laat vallen en zich ontpopt als, puntje, 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 zijn vrouw. Er zit hier een motje. Kleintje hoor. Het is een beetje in de war van het zonlicht wat hij denkt te zien. Het is één mot, het is geen zonlicht. Het is TL-licht. Ik ben aan het voorlezen. He? Want dat ben jij, hè? Die mot in jouw woning, dat ben jij. Snap je? Mensen met spinnenangst, dus de moeder van mijn kind, die had spinnenangst, de arachnofobie. De lamp even opzij zetten, want ik ben klaar met voorlezen. Toch, hè? Jullie gaan het kopen, hè? Uit de Schopenhauer, dat ben jij, over de grondslag van de moraal. Weet je werk aan je geschiedeniskennis? Wordt je Latijn en je Grieks weer een beetje opgefrapst? En je Engels, en je Spaans, en je Frans, en je Duits.
gratis cursus taal. Ja, gratis. Zou het kosten? Ik, misschien, maar ik weet niet meer wat ik weet. Het was niet veel. Hoor. Andere boekjes van Schopenhauer, maar die waren wat dunner. Ook paperbacks. Zal dit wat zijn geweest? 17 euro. 15 euro. Kortom, het bedrag wat je kwijt bent als je naar een streetcafé gaat en ook een blowen. Kom je nog een hele saaie vriend tegen van vroeger? Denk je, goh, wat is die saai? Laat ik hem maar een rondje geven. Ja, daar ga je. Ik ben er wel meer kwijt, ik ben zo 20's. Wel gezellig. Maar hier kan dan een mooi boek. Dagenlang plezier. Maar goed, dus de moeder van mijn kind, ja, dat is arachnofobie, spinnenangst. En ik niet. Nee, want ik zie die spin en ik denk, ja, dat ben ik. Ik kan me helemaal voorstellen hoe het is om die spin te zijn. Jezus. Er zit zo'n spin, zit dan binnen en dan denk ik, ja man, moet je naar binnen? Hier is hier niks te vreten. En dan praat hij, ja. Zeker als het zomer is. En in de winter dan, ja, ik heb ook wel spinnen, want het was helemaal... Ja, die spin gevangen. Niet met mijn hand hoor, want dat doe ik daar trouwens, daar kun je zo'n spin mee beschadigen. We hebben zo'n Italiaans wijnglasje, is precies goede formaat. Glaasje. En die doe je over de spin en dan een koffiefilter. Dat schuif je dan heel voorzichtig aan de onderkant, zo tussen het glas en de muur. Oppassen dat je die pootjes niet... die spin begrijpt het wel. Meestal werken ze wel mee. Nou, dan heb je dat koffiefilter helemaal omdat... Italiaanse, sommige dat Italiaans wijnglas het heeft, misschien zo'n pootje zoals een Frans wijnglas. Gewoon zo'n waterglas. Als de grote spin is, dan heb je, dat je niet te klein glas hebt. En zo'n spin die heeft het niet in de gaten. Die zit een beetje. Je ziet wat eten. Ik zie je wat eten. En dan komt er dus van boven, en daar zit hij niet op te letten. Dan schuif je dat glas eromheen. Doet hij meestal nog helemaal niks. En pas als je dan begint met dat koffiefilter, dan gaat hij weer. Dan gaat hij eventueel rennen door het glas heen. En dan hou je je hand op de koffiefilter. Je haalt het hele apparaat van de muur af en je hand op de koffiefilter houden. Dan loop je naar buiten en laat je die spindels. Maar ik heb dat wel eens gedaan en dan was het echt koud buiten en dan zou het nog kouder worden. Ik denk, ja, dan moet die arme spinnen. Ja, die vrouw die had spinnenangst. Die had dus niet dat vermogen om zich te kunnen verplaatsen in zo'n spin. Ja, en dan wordt ze bang voor zo'n spin. Zo gaan die dingen. Het is beter om te leven vanuit je moraliteit. Even kijken hoe ver we zijn qua tijd. Oh, we zitten keurig op tijd. Net binnen het uur. Ja. Ik ben trots op mezelf. Ik vind dat ik dit... ik heb dit echt heb ik een tijdje over gedaan hoor. Om dit voor te bereiden voor jullie. Ik heb eerst nog gedacht en ik ga dus hele stukken voorlezen. Maar dan denk ik, nee, dat ga ik niet. Dat wordt niet. Nou, dan heb ik het toch in een uur tijd eventjes er doorheen geroust. En dan belangrijk is dat je, als je het boek zelf leest, dat je de connectie snapt met het feit dat Arthur Schopenhauer spreekt over een wereld die bestaat uit twee delen, namelijk een wil. En de wereld is dan alles, hè, waarin wij zitten, heelal, dat is de wereld. Nou, die bestaat uit twee elementen. En die ene is de wil. En de andere is de voorstelling.
Dat is zijn hoofdwerk. De wereld als beeld en voorstelling. Dat je dat even begrijpt. En vanuit het feit dat alles dus veroorzaakt wordt door één ongedeelde wil. En dat stond op de achterplan. Dat maakt dat wij onszelf kunnen herkennen in een ander. Dus ook in een dier of in een plant. En als je op dat niveau zit met je aanwezigheid, dat jij een verschijning bent van de wil, net als alles om je heen. Ja. Ja, dan heb je inderdaad Lucas 6, 5, 5, 6. 6 vers 45, ja, dat vind ik ook. Dank je. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Jullie die gelijk zijn aan mij. Dus dan kan je ook denken, als je naar mij gaat horen luisteren, van ja, dat ben ik niet. Pingetjes nibbel zien. Exact. Een onderdeel. Een verschijning. Een onderdeel van de verschijning van de wereld. Schijningen van de wereld. Daar ben ik een onderdeel van. En jij ook. En je hond ook. Ik zal als nog één leuke anekdote. Ik zat in een street. En in de tijd dat ik nog lekker denken de tegen. Met Zuidburen gehad. Maar toen ik daar nog kwam, liep ik daar een keer naar binnen en er zaten twee andere kerels, wat meer mensen, maar twee waren dan en die hadden ieder een pitbull meegenomen. Ja, en ik ga zo aan de bar hangen. Ja, ik wil mijn rode wijn bestellen. En dan gaat die pitbulls, die komen dus op me aflopen. En die gaan tegen me opstaan. Maar helemaal niet vervelen. Helemaal niet blaffen. Nee, meer man. Alleen maar van, hallo, wat leuk dat je er bent. En ik voel zo die hond in mijn rug. Hey, geinig man. En ik doe ook helemaal niks. Ja, die honden wilden even kijken. Nou, dat lijkt me wel aardig heel. Dit wou ik even, ja. Gewoon op de achterpoten staan, voorpoten tegen mijn onderrug gaan. Ik voelde helemaal niet onplezierig. Ik voel wegens 45, 50 kilo. En als je op zijn achterpoten staat, dan heb je niet zoveel druk in je rug. En een andere keer was er een andere vent, die had ook een pitbull bij zich. En die liep met die pitbull de deur uit en ik zat vlak bij de deur. En dat baasje was om de deur aan het open doen en die hond zat natuurlijk aan de lijn. En net voordat die hond achter zijn baasje aan moest, gaf hij mij een knauwtje op mijn rechterdij. Gewoon een knauwtje. Zo'n pitbull, die heeft een bijtkracht van etterlijke kilo's. Als die wilde. Dat deed hij niet. Het was gewoon, nou. Hij zei, tot ziens. En ik had die hond wel gezien hoor. Want als ik een hond zie en een hond kijkt naar mij, dan kijk ik hem ook even aan. En ik ga weer met mijn eigen. Gewoon eventjes uit beleefdheid maak je contact met die hond. Van, hé, hey, ja, dat ook. Oh, een mooie hond ben jij. Denk ik ook van positieve dingen. En ik bemoei me verder helemaal niet met het beest. Natuurlijk. Die hond heeft ook zijn vrije avond. Je laat die honden met rust. En dat voelen ze. Dat pikken ze op. En dat waarderen ze. Nou, dan krijg je wat die pitbulls allemaal denken. Oh, wat een leuk baasje. Ja, natuurlijk. Ik heb ook nog een pitbull hier in huis gehad, geheel ongevraagd, lalala. Was dat een probleem? Helemaal niet. Meer maar. Was ik een lief bezig. We hebben samen nog gegeten. Dus hij was een beetje onverwachts op bezoek. Ja, ik had zin in worst. En ja, die hond lust ook wel wat te vreten. Ja, en ik had dus worst met Spaanse peper. Dat is erg lekker. Dan neem je eerst de Spaanse peper, van die goede, lekkere hete. Dan zit je hem met slaande vlammen uit je oren. En dan een stuk worst erin. Ja, die hond die komt er netjes bij zitten.
Ja, die heb ik dus ook een stukje worst gegeven. En ook een stukje Spaans peper. Ja, die hond had al een mooi lekker gezellig. Hij staat eten en ik mag mee eten. Oh, het is gezellig hier. Bak water voor die hond klaargezet. En we zijn lekker gaan wandelen. Nou, zo kan het dus ook. Hey, reuzen, bedankt voor het luisteren. Jullie lieverds. Jullie verschijningsvormen van die ene ondeelbare wil. Die de Bijbel, God. Want God is namelijk ook ondeelbaar. En God zijn wil heeft de hele aarde. Weet je nog? Genesis 1, vers 1. Ja. Hey, super bedankt. En uit veel respect voor jullie en uit veel liefde. Hoop ik dat het goed gaat met jullie. En zo niet. Better call me. Wij merken het dan. Medelijden is alles wat helpt. Maar niet op aarde. Maar wel in de hemel. En daarom zeg ik op zijn handels. Tjus. En dag schaterbouten. Van de week.